Want dan eindelijk kwam dan toch de bevrijding gelukkig. En toen was de intocht van de, ik meen prinses Irene Brigade. En die kwamen over de vesting in, de over naar het benode hout. En nou, wij natuurlijk kijken en blijven stonden aan de voordeur, want dat kon ons makkelijk zien, want we woonden op 13, dus het is vlak op de hoek. En er komt er eens een motorfiets, er zat notabene mijn schoonzoon, mijn oudste schoonzoon. En mijn vader zo, weet je, Didi, kom eens gaan kijken. Dat is aardig, af, allemaal naar de voordeur en we waren toch zo blij.